Mercedes die heeft besloten om niet verder in beroep te gaan tegen de overwinning van Max Verstappen in Abu Dhabi. De Duitse renstal diende eerder een protest in bij de FIA, die zonder pardon afgewezen werd. En het team heeft overwogen om nog verder in hoger beroep te gaan bij het International Court of Appeal, maar ziet daar nu vanaf, zo laten zij weten in een persbericht. Direct na de race in Abu Dhabi diende Mercedes een protest in omdat zij ervan overtuigd waren dat de wedstrijdleiding zich niet aan de reglementen gehouden had. Het Duitse team was van mening dat Hamilton de race en het kampioenschap gewonnen zou hebben als de reglementen gewoon gevolgd waren. De stewards die gooiden de protesten direct in de prullenbak. Onder verwijzing naar artikel 15.3, waarin staat dat de wedstrijdleider Michael Masi de reglementen mag overrulen. Niet lang na de uitslag van de protest bevestigde Mercedes dat het een intention to appeal had ingediend bij de FIA. Het team had daarna 92 uur de tijd om te beslissen of het formeel in beroep zou gaan. Maar Mercedes heeft nu echter bekendgemaakt dat het toch afziet van het hoge beroep. In het persbericht staat onder andere ook dat ze Max verstappen en het team van Red Bull Racing feliciteren en dat ze respect hebben voor wat het team van Red Bull heeft bereikt dit seizoen. Ze vonden het een episch gevecht. Ja, ze kijken ernaar uit om volgend jaar nog een keer de strijd aan te gaan. Ook bedanken ze Valtteri Bottas die afscheid na de Grand Prix van Abu Dhabi heeft genomen en al zijn eerste testen voor Alfa Romeo heeft gedaan. Ze zijn hem namelijk erg dankbaar voor zijn hulp bij het pakken van meerdere constructeurstitels. En de World Council die heeft eindelijk een knoop doorgehakt over de krachtbronnen die vanaf 2026 in gebruik moeten gaan worden. Die, via, die wil namelijk uh, ja, duurzame brandstof gaan introduceren en de focus verleggen op elektrisch vermogen. Ook kostenbesparing is natuurlijk een van de kernpunten. Een van de belangrijkste doelstellingen voor de FIA is het meegeven van een krachtige milieuboodschap aan de maatschappij. Men wil namelijk 100% duurzame brandstof, meer efficiëntie en een verschuiving van de focus naar elektrisch vermogen. Daarnaast staat ook kostenbesparing ontzettend hoog op het lijstje en moet het makkelijker worden voor nieuwe motorleveranciers om binnen de sport te komen. Dit alles moet echter gedaan worden op een manier die natuurlijk ook rekening houdt met de show. Want ja, Formule 1 is entertainment. Dit betekent dat we met een krachtbron gaan rijden met veel vermogen en natuurlijk hard geluid. Er moet goed gereest mee kunnen worden, maar de onderlinge verschillen die mogen niet te groot kunnen worden. De VIA wil graag dat de 1,6 liter V6 motor behouden blijft, maar wel moet het elektronisch vermogen verhoogd worden tot 350 kW, wat op dit moment nog 120 is. Daarnaast moet de MGUH gaan verdwijnen en moet er een budgetplafond gaan komen voor de krachtbronnen. Goed, was hem dan het GPFans nieuws van de donderdagmiddag. Vond je dit een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder en vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!